Oekraïne heeft de grootste drone-aanval tot nu toe uitgevoerd op Rusland. Ruim 150 drones werden er gelanceerd. Veel daarvan werden uit de lucht gehaald, maar sommige wisten diep in Rusland doel te treffen. Onder andere op een olieraffinaderij bij Moskou. Deze Russen filmen hoe een Oekraïense drone overvliegt in de buurt van Moskou. Met kalasjnikovs proberen ze de drone te raken, zonder succes. De drone slaat in op een olieraffinaderij waar brand uitbreekt. Ook een elektriciteitscentrale zo'n 100 kilometer noordelijker wordt geraakt. Volgens het Russische ministerie van Defensie zijn de meeste drones onderschept. Dat gebeurde vooral in de grensregio's. Maar voor het eerst sinds de oorlog weten de Oekraïners met drones ook deze regio's te raken. Soms meer dan 1000 kilometer van de frontlinie. Het is nog niet bekend of er dodelijke slachtoffers zijn gevallen. En ook Oekraïne zwijgt tot nu toe over de aanval. Met dit soort grootscheepse aanvallen wil Oekraïne Rusland de prijs van de oorlog laten betalen. Rusland valt al jaren energiecentrales en olieraffinaderijen in Oekraïne aan. Nu doet Oekraïne hetzelfde in Rusland. Het doel kan zijn bijvoorbeeld het forceren van onderhandelingen, zeker met de winter in aantocht. Maar of dat gaat lukken, dat is maar zeer de vraag. Voorlopig kiest Oekraïne simpelweg de aanval.